Een van de beste manieren om productiever te werken is het batchen van verschillende taken. Nou, wat betekent dat nu eigenlijk? Dat betekent eigenlijk niks anders dan dat je verschillende taken dus allemaal bij elkaar gaat pakken, zodat je er één keer heel veel tijd aan besteedt en voor de rest niet. En op het moment dat ik dit voor mezelf ging toepassen, merkte ik enorme grote verschillen en merkte ik ook dat ik veel sneller, slimmer ging werken, productiever ging werken, effectiever ging werken. En ik denk dat heel veel mensen dit nog veel meer zouden kunnen toepassen. Dus misschien heb jij ook iets aan deze tip. Want laten we daar eens naar gaan kijken. Wat doen we vaak? Heel veel dingen, heel veel tegelijk. En daarmee bedoel ik dat we misschien een heleboel taken hebben waarbij we continu teruggaan naar die taken. Een heel mooi voorbeeld is misschien wel social media. En hoe vaak word jij overdag wel niet afgeleid door bijvoorbeeld Facebook of Instagram, of dat je toch even op WhatsApp kijkt? Als je elke dag bijvoorbeeld even 10 keer kijkt op je WhatsApp, dan ben je dus 10 keer moet je continu en je mobiel even aanzetten en je moet drukken op het appje en je klikt misschien nog op een paar berichtjes. Dus continu ben je dat aan het doen. Maar wat zou er gebeuren als je dit maar 1 keer gaat doen? Dus dat je zegt van, goh, weet je, alleen van 8 uur tot 8:30 bijvoorbeeld kijk ik op mijn WhatsApp. Dan hoef je dus maar 1 keer je mobiel in te klikken, maar 1 keer door te klikken op je WhatsApp berichtje. En vervolgens kun je dan dat 30 minuten eraan besteden. Maar heb je niet iedere keer die 1 klikjes die je opnieuw moet doen. Misschien wel een veel mooier of groter voorbeeld is je mail behandelen. En hoe vaak kijk jij per dag bijvoorbeeld op je mail? En wat zou het voor jou gaan betekenen als je hier maar 1 moment voor gaat pakken? Zodat je niet iedere keer hoeft door te klikken op mailtjes, iedere keer weer je mailbox daarin moet gaan bekijken, maar dat je dit dus allemaal gewoon in 1 keer goed kunt oppakken. Volgens mij kan dat je alleen al heel veel productiever maken. Maar kijk ook eens in de ochtend bijvoorbeeld, als jij aan de slag wilt met een rapport schrijven of misschien wil je een online programma opzetten, wat je ook maar wilt doen. Maar dat je echt in de ochtend gaat kijken, oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een paar uur achter elkaar alleen maar met die ene taak bezig ben. En je kunt het zelfs naar je privéleven halen, dat je kijkt naar bijvoorbeeld je huishoudelijke taken. Kun je daarvan dingen gaan batchen? Kun je daarvan dingen tegelijkertijd gaan doen, zodat je niet continu al die dingen opnieuw hoeft te doen? Ik ken mensen die bijvoorbeeld op zondagavond of zondagmiddag een aantal uren achter elkaar gaan koken voor de hele week. Vervolgens alles bijvoorbeeld kunnen invriezen en op die manier niet door de week, ook nog nadat ze terugkomen of thuiskomen van hun werk, vervolgens nog weer moeten gaan koken. Maar dat ze dat allemaal hebben gedaan op 1 moment. En zo hoef je niet continu na te denken over wat gaan we nu eten en wie gaat er koken en dat soort dingen. Want dat heb je gewoon 1 keer gebadged in een paar uur waarin je de tijd ervoor neemt. En dat scheelt je dus in het verloop van de tijd, in de toekomst, kan je dat weer heel veel tijd schelen. En dat is de kracht van batchen. Dus batchen kan je direct productiever maken. Dus ook iets wat geen geld kost. Je kunt het gewoon gaan toepassen voor jezelf. En op die manier dingen dus veel makkelijker in elkaar zetten. En de voorbeelden die ik nu noemde zijn een aantal van de voorbeelden die ik zelf doe. Een aantal voorbeelden zijn ook van andere mensen. En weet je, iedereen kan dat gaan toepassen. En hoe meer je dat gaat doen, hoe meer je dus bijvoorbeeld 1 keer per dag op je mail gaat kijken in plaats van 10 of 20 keer. Hoe meer je 1 keer op WhatsApp gaat kijken in plaats van 10 of 20 keer. Ja, des te productiever je ook gaat worden. Dus wat zou jij meer kunnen gaan batchen? Wat zijn taken waarvan jij denkt, hé, maar hier kan ik mee aan de slag gaan? Dus maak voor jezelf eens een lijst van alle taken die je nu vaker doet dan die 1 of 2 keer. En waarvan je kunt zeggen van, hé, maar dit kan ik beter gaan batchen. Hier kan ik beter een blok van gaan maken waarop ik alleen maar daarmee bezig ben. En al die tijd daaromheen niet. Ik hoor het graag van je, dus laat het me eventjes weten in een reactie. Vond je dit een leuke video? Vergeet je dan ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor meer persoonlijke ontwikkeling en online business tips en inzichten. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Ik wens jou een fijne dag en veel succes met batchen. Denk groot, start klein.